kanaal. In deze vlog ga ik jullie 4 simpele haarstijlen uitleggen. Dit zijn haarstijlen die je rap hebt gedaan, maar ook goed kan beoefenen nu tijdens deze coronatijden als je in quarantaine zit. Dus laten we beginnen. Dit zijn de benodigdheden: een spiegel, een toupeerpuntkam, een ontwarborstel, speldjes. Ik heb doorzichtige elastiekjes, maar die heb ook nog een andere kleuren. Hier gewone elastiekjes en verdeelklemmen. Dus de eerste haarstijl gaat een dotje worden. Je moet altijd goed zorgen dat je haar goed uitkamt. Ik heb de camera nu iets hoger gezet, dus bij deze mijn dot nog eens. Ik zal iets lager gaan. Dus een niet te strakke dot. Je kan hem nog altijd losser maken of strakker als je dat graag wilt. De tweede haarstijl ga ik een staart maken, hoe je gemakkelijk een staart kan maken en daarna een dot. Dus let's go. Voor een staart doe ik meestal hetzelfde. Ik kiet naar voren en ik kam eerst de plooien uit mijn haar van achter. Ik neem een elastiek, doe die op mijn pols. Je kan ook altijd voelen als je je haar kamt. En voilà, dit is haarstijl nummer 2. Heel simpel. Eerst heb je een staart. En vanuit de staart ga je een dot maken. Je kan dit op 2 manieren doen. Je staart in 2 splitsen, opdraaien en dat doen. Of je kan een beetje je haar touperen. Dit kan ook gewoon met een puntkam of zo gedaan worden. Dus een beetje getoupeerd. Nu dat het wat dikker is, dat je die rond je staart legt. Met je vinger kun je die dan wat plat duwen eventueel.
kan ook wat omhoog doen, zodat je wat volume hebt. Ligt eraan wat je wilt. Dan gaan wij de open beentjes gebruiken. Ik steek die meestal waar ik voel dat het niet strak zit. Dat is 1. Et voilà. Dus zoals ik zei, vind ik dat ik aan zo'n dot iets meer werk heb. Omdat je hier spijltjes moet gebruiken. En ja, soms heb je er meer nodig, soms heb je er minder. Nu heb ik alleen open beentjes gebruikt. Dus zo spijltjes. Maar soms moet je ook gewoon schuifspijltjes gebruiken. Ik weet niet of scherp. Soter gebruiken. Mooi ontwarren. Voor haarstijl nummer 3 ga ik die wat meer licht maken. Ga ik een vlecht maken. Ik heb nu een soort van middellijn, maar je kan ook een schuine lijn maken van aan je wenkbrauw. Maar ik ga het doen met een middellijn. Je moet ook maar laten weten in de comments wat jullie nog willen zien qua haarstijlen. Ik wou ook invlechten doen, maar dat is niet gemakkelijk altijd. Dus dat zal ik eens bij een andere video zetten. Dit zijn ook 4 gemakkelijke haarstijlen. Dus dit is nummer 4. Denk het. Dat is nummer 4. Dus dit is een gemakkelijke vlecht. Gewoon naar de ene kant. Ik ontwar mijn haar ook even mee met de richting waar ik mijn vlecht naartoe wil doen. Ik heb deze nu links. Ik verdeel mijn haren in 3. Ik doe hier nog geen elastiekje op. Maar als zo jullie kunnen zien, is mijn vlecht gemaakt. En nu ga ik die beginnen lostrekken. Om zo een niet te strakke vlecht te hebben. Je kan dat ook doen, gewoon strak. Soms vind ik dat ook wel mooi. Als je zoals mij laagjes van voor je gezicht hebt, kan je ook altijd een krul erin leggen. Maar ik laat het nu even vaststeken. Dus mijn vlecht.
vlecht. Is een lekker brede vlecht. En dat heeft dus een heel leuk effect op uw haren. Dus een brede, je kan die ook strak doen. Ligt eraan ook hoe los je wilt. Mijn is nu vrij los, maar dat beslis je ook gewoon zelf. Dus ook gelijk ik zei, kan je hier van voor een krul inleggen. Of je kan rondom al mee vlechten. Of hier ook al een vlecht uitmaken. Zo kan je ook nog doen, maar dit is gewoon vrij simpel om bij je eigen te doen. Zo een gemakkelijke vlecht waar je 2 minuten aan verliest. Dus ook heel gemakkelijk 's ochtends als je naar het werk of naar school moet. Dus het lijkt op een vlecht, maar het is geen vlecht. Het is gemaakt met staartjes. Dus let's go. Wat heb je nodig voor deze is elastiekjes. En een staart ga ik mee maken. Daarmee is het gemakkelijker. Je kan het ook als je er echt goed in bent geworden. Gelijk ik juist mijn vlecht had. Zo schuin. Maar met een staart is het iets gemakkelijker. Dus je hebt je staart. Je verdeelt je staart ongeveer in 2 verdelingen, ongeveer even groot. Je gaat in de bovenste verdeling, ga je met het elastiekje een staartje maken. Ik zal even zo gaan zitten. Staartje mag ongeveer zoiets zijn. Je maakt die open. Dat je hier een mooie opening in hebt. Waar je deze gaat doortrekken. Je trekt vervolgens het onderste samen. Krijg je dit en dit trek je dan uiteen. En zo doe je dit verder. Dus dat was de 5e haarstijl. Ik hoop dat jullie het een fijne video vonden om naar te kijken. Ik vond dat was fijn om te doen. En ik zie jullie in de volgende vlog. Vergeet zeker niet te abonneren hieronder. Doe thumbs up. Klik op de bel als je meer van mij wilt horen. En ik zie jullie in de volgende vlog.